Goed. Matthijs, deze keer door een liedje van de Beatles. Het is een beetje... Dat is leuk. Ik denk dat het nog eens heel groot gaat worden. Je kent het al. Je hebt het wel gehoord. Dat zijn vier van die jonge mannen die uit zo'n hier vlakbij de haven speelden altijd. Ja, nou, dat weet ik niet. Ze komen uit Liverpool. Oh, ik dacht Hamburg. Hamburg. Maar het is ook niet hier vlakbij, hè? Nee, maar dat is een haven. Oh ja. Die weet ik. Het is een havenstad. Dat is zeker waar, zeker waar, zeker waar. Maar ze waren altijd in Hamburg. Ja, dat weet ik. Dat weet dus ik, zeker. In deze tijd, volgens mij. Zeker, want toen had... Want ze had eerst nog een vijfde Beatle. Die was de bassist. Hmm. Die ging weg. Paul McCartney zei toen, nou, kijk, ik ga wel een bas spelen. En die gast die wilde wel... Die mocht die bas wel lenen van die vent, maar niet de snaren. De snaren gingen altijd stuk en de snaren waren gewoon duur. En alles was duur. Dus toen speelden de Beatles, in iedere tent waar ze speelden, jatten ze een snaar uit de piano. Dus Paul McCartney die speelde toen altijd op een basgitaar met pianosnaren erop. Maar die zijn veel harder. En dus dan heb je, bij ieder optreden zat hij gebloedende vingers van de snaren. En het klonk waarschijnlijk ook voor geen meter. Nee. Maar goed, is toch nog goed gekomen. We hebben hier twee liedjes. En de eerste heet Dizzy Miss Lizzy. En dat nummer ken ik oprecht niet. Ja, ik wel. Het is een heerlijk schreeuwnummer. En gek genoeg, het B-kantje is Yesterday, wat ik natuurlijk wel ken, wat iedereen kent. Of is het dus niet zo, lieve mensen, misschien weet u dat, dat als dit zo in die volgorde daar staat, dat dit niet de A-kant is en dat de B-kant... Ja, dat staat op het label misschien. Misschien noemen ze het de Hebreeuwse manier. Ja. Dizzy Miss Lizzy staat er... Het is van Williams. Is dat Hank Williams? Weet ik niet. Misschien is het gewoon... Staat er niet op. Staat wel op dat hij gemaakt is in Nederland. Kom, we knallen erop. Opta. Dizzy Miss Lizzy. Wacht even. Dit is een cover van een meneer Williams. Het is niet Hank Williams die ik ken. Nee. Of Hank Williams de second. Of Hank Williams de third. Nee, dit is gewoon Williams. Weet je dat geen van Hank Williams Hank heette? Je hebt het me wel eens verteld. Ja, dit is John Lennon, hè, die zingt. Niet, ja. Vroeger wist ik dat nooit, maar nu hoor ik dat wel. Ja, dit is John Lennon, ja. Maar ik vind wel dat een beetje dat schreeuwend zingen, dat vind ik hier wel. Ik heb wel eens een live versie hiervan gezien. Dat ze echt over de meisjes heen moeten schreeuwen. Wat niet lukt. Maar dat zit hier al in deze studio-opname, zit dat al een beetje in. Ja. Ik vind het gitaartje, vind ik ook een beetje... Nadoen, schreeuwend vrouwpubliek nadoen. Ja, dat is bijna spottend, hè? ja, spottend gitaar. Yesterday is een liedje dat ik weet allemaal dingen over Yesterday, realiseer ik me. Nee, wacht dan even tot we Yesterday luisteren. Oh ja. Ja. Oké. Wacht even. Je hebt ook zo'n soort nummer. Dat heet Rollover Beethoven. Dat is ook een beetje uit deze tijd. Ook van de Beatles. Ook gaaf. Ja, Rollover Beethoven ken ik. Dat is een aandoenlijke foto ook, hè? Hebben we die al... Heb je die al gefilmd? Ja. Ja. Ja, wel blij lachend. Ja. Wat ik wel grappig vind is dat dus de Beatles... Eigenlijk geen van de Beatles is een knappe man. Ik bedoel, ze zijn allemaal wel gewoon niet mismaakt of zo. Nee. Ringo Starr na misschien. Om het meest mismaakt. Maar god, wat vonden de meisjes die jongens mooi allemaal. Ja. Nee, ik herken John Lennon op deze foto bijna niet. Maar ja. Nee, als hij niet met die anderen erbij was. Dan had McCartney is wel heel duidelijk Paul McCartney. Ja. Maar zelfs Ringo ziet er gewoon... Ja, Give Me Fever, Put Your Little Hands in Mine. Zong je dat nou echt? Ik hoorde niet. Ik luister niet. Ik zie dat nummer bijna is afgelopen. Ik vind het ook wel tijd worden eigenlijk. Ja, ik kan het wel 1000 keer horen. Ja?
Hé, hey, kijk, gewoon. Dit is wel een goed einde. Ik had ook wel klink, boom. Ik kan het ook wel 1000 keer horen, maar niet, liever niet. Op thee. Dat doen ze in sommige landen. Amerika bijvoorbeeld, als die... Als mensen gaan martelen, bedoel je? Gaan ze martelen met metal muziek. Ja, ja. Met, hoe heet het? Bloodhound Gang. Ook, ja, maar dat is geen metal. Pret-metal. Pret-metal. Pret-metal-son. Goed, mensen. Yesterday. Yesterday. U heeft het vast nog nooit gehoord. Maar... Oh. Misschien is het een leuke uitvoering. Een metal-versie. Yesterday. Ja. Ja, mensen thuis horen het natuurlijk niet, maar uit zo'n krakkermierig platenspelertje klinkt het best aandoenlijk. Ja, goed, wat ik dus weet over Yesterday. Oh ja, vertel. Is dat Paul McCartney, die schreef dit, die droomde dit, die melodie. En toen werd hij 's ochtends wakker en toen ging hij dat zo opschrijven. En de oorspronkelijke tekst die hij daarbij opschreef was... ik heb het al vergeten. scrambled eggs. Scrambled eggs. Dat had hij. Dus dan zo scrambled eggs. En dan, oh baby, how I love your legs. Dat was, zeg maar, dat waren de eerste zinnen die hij zo opschreef. Zo van om even de melodie vast te kunnen houden voor later. En er werd dus later een kutverhaal over gisteren. Ja. Wat gebeurde er eigenlijk gisteren? Heb jij de tekst ooit geluisterd? Ik nooit. Nee, het gaat over het fenomeen gisteren. Dat het verleden achter je ligt en dat dingen zo snel kunnen veranderen en zo. Ja, maar hij gelooft wel in Yesterday. Ja, het is ook gebeurd, hè? Ja, het is wel een lief liedje. Maar best orkestraal al, want dit is ten tijde van... Het spreeën Rubber Soul in ieder geval. Rubber Soul, denk ik, ja. Nee, daarvoor nog, denk ik. Ik denk dat dit op Rubber Soul staat. Zoek eens op. Ik heb Rubber Soul. Het zou mij verbazen als me dat niet was opgevallen dat Yesterday erop stond. Je moet opschieten hoor, het nummer is bijna klaar. Ik kan niet zo snel, dan ga ik fouten maken. Eens even kijken welke nummers. Ja, prachtig. Oh, wacht even. Prachtig. Even de klik. Ik voel geen klik. Even kijken hoor. Side 1, drive my car, Norwegian wood, you won't see me, nowhere man. Waarom zoek je niet think gewoon Yesterday op? En dan kom je vanzelf wel welke LP dat komt. Omdat ik een imbecil ben. Of een mogol. ja, we kunnen... Ja, nee, omdat Yesterday is natuurlijk gewoon zo'n woord. Yesterday Beatles, hè? Ja, ja. Het staat op het album Help. Oh, dat is wel een van de eerste. Ja. Zo niet de eerste, toch? Ja, die koortjes, dat heeft, god, hoe heet die man? George Martin. Ja? De producer, goed gedaan. Goed gedaan. Maar deden zij dat dan niet? Nee. Niet. Kijk, dit is dan typisch, dit is zo'n Nederlandse print van zo'n hoesje, platenmaatschappij. En op de achterkant dan denk je, ik wil wel wat van deze jongelui weten. En dan staat er, kent u deze toppers al? Adamo, The Royal Showband, The Swinging Blues Jeans, Kitty en Rexx & Gildo, Cliff Richard enzovoort. Alleen maar reclame voor andere shit. Ja. Het is gewoon reclame. Waarvan we van niemand, daar bedoel, we ja, kennen Cliff Richard we wel. Verder niemand meer, toch? Imca Marina. Hermits ken ik ook. En de Cocktail Trio. Nee. Buck Owens, wel, die ken ik ook wel. Cijfer? Nou ja, dat is wel een... Ik vind Yesterday eigenlijk gewoon een dikke 9,5. Ik vind het gewoon echt zo'n mooi, compact, ingetogen liedje. Ja, ik vind het gewoon een soort blauwdruk van hoe zo'n liedje moet zijn eigenlijk. Ja, ik vind Dizzy Miss Lizzy, ik vind dat... Ik hou iets meer power. Ja. Dus ik draai het denk ik om. Ik vind Dizzy Miss Lizzy een 9,5, ook al is het gewoon fucking simpel. Ja, het is gewoon een cover ook, hè? Ja, weten we niet. Misschien... Jawel. Ja, Williams, maar misschien was dat wel... Misschien heet het wel John Williams. En dan heeft hij altijd gelogen dat hij Lennon heet. Ja, John Williams en de Beatles. Hmm. Zo zijn ze begonnen. Ik ga nog heel eventjes gewoon... Ja, zal ik dan nog even... Laat ik nog eventjes...
een stukje horen van Dizzy Miss Lizzy. Godverdomme. Larry Williams, 1958. Although identified as a genuine rock and roll classic, it had limited success in the record charts. 7 years later, the Beatles recorded the song and John Lennon performed it with the Plastic Ono Band in 1969. Ik wil hierin praten. Ook al lees je daar. Dus het is gewoon gestolen. Het is gewoon gestolen van Larry Williams. Ja, Larry Williams. Kijk. Larry Williams. Een Latino, denk ik. Of overdrijf ik dan? Ja, hij lijkt een beetje op Little Richard. Was dat een Latino? Prince, heeft hij ook wel wat van? Ja, promiscu. Nou, zullen we het hierbij laten? Zeker. Dan kunnen we uitveden. Dan kun jij weer wat edit skills erin doen, dat je een fade-out... Oh ja. Ik vind het beter eigenlijk. Goed, doei. Doei.